Hallo, ik ben Ron van Bedap en we staan hier zo op Horst. En dat is naast Harderwijk, onder de rook van Harderwijk, bij Telstar Surfclub. Een schitterende plek waar je lekker kunt loungen, lekker kunt eten, drinken, partijen, je surfmateriaal testen. En dat is precies wat ik ook gedaan heb. Een prachtig boord uit 2017, want daar hebben we het over. De komende tijd gaan we bij Telstar vooral 2017 materiaal onder de ogen brengen van iedereen. Een hele dag heb ik hiermee mogen varen. Hoe heb ik getest? Ik heb getest, om het half uur heb ik deze gevaren en zijn voorganger, de 3S. Wat zijn de verschillen en wat kun je ermee? Hier kun je mee freestylen, classic freestyle met name, freeriden en in de golven kun je ermee wave. Je vaart er zeilen mee van 5 meter tot een metertje of 6,5 ongeveer. En dan vraag je af, wat is er veranderd aan de plank? Nou, ik zei het al, 15 centimeter van de neus af. De breedte is hetzelfde, maar zoals je ziet loopt de breedte naar voren door en naar achteren door. En dat maakt het boord anders. De mastrek zit bij zijn voorganger en de meeste freestyle waveboards iets naar voren. De voetbanden zitten iets naar voren, want ze zijn lang gerekter. Deze voetbanden zitten ook iets naar voren. Nu dus alles naar achteren en wat ook naar achteren is, dat is de vin. Nou, als we het toch over de vin hebben, dan kan ik je uitleggen dat deze vinkast is ook verder naar achteren. En het voordeel ervan is dat je dus een skateboardachtige stijl gaat varen met dit board. Kijk eens even wat een mooie logo, die kleuren aan de onderkant. Oh, ik vind hem zo mooi. Skateboardachtig, dat houdt in dat je dus minder door de bocht karft, zoals zijn voorganger wat ik altijd deed. Maar hij blijft een beetje horizontaal op het water. Hij stuurt je alle bochten en kanten op. En ik moet je eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik ermee ging freestyle weven, dat is, dan doe ik een 360 en een dub jibe en een push tag. En de eerste 360 merkte ik van, hey, ik moet het iets meer op de kant drukken. En dan merk je dat de hele rail jou gaat helpen om een hele mooie gladde bocht te maken, waardoor je 360 er in één keer lukt, het zeiltje komt weer omhoog. En dan sta je weer heel mooi daar waar je zijn wil. Alles wat ik al kon, gaat op dit board fantastisch. Op mijn vorige generatie ook. Ik wil dus niet zeggen dat alles gelijk beter is, maar het is vooral anders. En dat anders is in het speelse, het skateboardachtig varen, het makkelijke, het gewoon plezier hebben. Waar heb ik mee gevaren? Ik heb hem zelf gevaren met een 5,8 boxer van Nash, 4 latjes erin en ik heb gemerkt, het gaat fantastisch. Maar wat heb ik vooral gemerkt? De snelheid. In de middenwind is me opgevallen, vaart hij gewoon lekker met alles mee. Het is niet de allersnelste, je hoeft niet op je GPS te kijken van hoe hard ben ik gegaan. Maar ik vind die medium snelheid wel een voordeel, dat ik in die medium snelheid heel mooi mijn trucken kan doen. Mijn 360, mijn bukgrijp, want dan moet ik geen topsnelheid hebben. Toen dacht ik, is het dan geen snel boord? Nou, niks is minder waard. Met hardere wind, als je tegen de grens aan zit van je zeil, dacht ik, jee, wat gaat die snel. Ik kon full speed gewoon terugvaren. Ik denk dat je daar een beetje glad water voor nodig hebt. Nou, dat heb ik hier op de Randmeren geprobeerd. Ging perfect. Een vriendin van mij kwam de afloop naar me toe van die vliegreis. Een beetje slalom piloot van, Ron, waar heb je godsnaam mee gevaren? Want je hebt een weefshell en je vaart zo snel met ons mee. Ja, dat valt mij ook inderdaad op. Had ik ook niet verwacht. Wat kun je er allemaal nog meer mee doen? Ik heb hier een paar tips. Als ik even het bord omdraai, dan zie je de standaard fin. En die is helemaal niet verkeerd. Hoef je echt niet gelijk aan de kant te gooien. Het is een standaard fin, maar die heeft iets meer flex. Dat betekent dat je in de golven of in de wave iets meer beweging erin hebt. Je zult er nooit spin-out mee hebben. Een goede fin op zich. Mijn eindsnelheid heb ik gehaald met de Select. 33 centimeter, die is gewoon stijver. En dan mag je best een keer op die GPS kijken om te kijken wat je dan haalt, want je bent echt een heel stuk sneller. Ja, we zijn hier bij Horst, dat wil wel eens ondiep water zijn of een beetje gras. En dan kom je op de zeewierfin. En de zeewier adviseer ik je echt, ik heb hem ook getest. In de les zag er vast, voorbeeld, wat is het voordeel van deze fin? Hij is naar voren gebouwd. Zet er niet je oude wierfin onder die helemaal achter de plank uitsteekt. Want die fin is al naar achteren gebouwd. Deze is naar voren gebouwd, vandaar die inkeping. Je krijgt een schermrubbertje bij, die plak je erop. Sluit het mooi aan en dan beschadig je je plank ook niet. Dus je kunt hem even uitbreiden met wat extra vinnen, waardoor je voordeel doet.
Ja, die prachtige korte stompe neus, 15 centimeter korter. Wil je die heel lang laten meegaan? Ja, ik adviseer je eventjes de mastbeschermer erop te doen. Laag op je mast, want je giekop raakt even nooit meer die neus, maar het onderste gedeelte. En dan gaat je plank gewoon langer mee. Zou ik die zelf kopen? Ja, zijn voorganger ben ik nog steeds verliefd op. En ja, ik denk dat ik in je hou. Maar had ik geen één plank gehad in deze 3S-klasse, dan had ik heel goed moeten nadenken. Wordt het deze of wat is de voorganger? Nou, weet je wat? Ik neem hem gewoon mee. Hey. Bedankt, see you!